Meneer Van Marel, u heeft zojuist de programmabegroting voor 2016 gepresenteerd. En wat betekent dit nou voor de burgers van Almelo? Ja, voor de burgers van Almelo betekent dat toch een stijging van de lastendruk. Omdat we voor een geweldige opgave staan, het besparen van een bedrag van 15 miljoen euro. En er is nog bijgekomen aan van de perspectiefnota een bedrag van 2,5 miljoen euro. Dus totaal 17,5 miljoen euro. Ja, dat is ons niet gelukt om daarbij de burgers te ontzien. Dus het leidt toch wel tot een lichte verhoging van de lastendruk, zijnde OZB en de rioolheffing. En hoeveel jaar heeft u nu nog nodig om de zaak weer financieel gezond te maken? Zoals het nu gepresenteerd is, deze begroting, hebben we een periode van 6 jaar nodig om weer op een gezond niveau te zijn. De negatieve tegenvallers, of die zijn altijd negatief, maar tegenvallers komen. Dat klopt, dat klopt. Als er bijvoorbeeld 200 asielzoekers hier komen en u draait voor de kosten op, dan heeft u een probleem? Nou ja, het is niet helemaal een goed voorbeeld, want ik heb begrepen, asielzoekers krijg je een uitkering van het COA per asielzoeker. Dus dat, dat dekt dan de kosten in alle waarschijnlijkheid. Maar goed, er kunnen natuurlijk altijd tegenvallers zich voordoen, maar er kunnen ook meevallers zich voordoen. Maar hier moet de raad hier nog verder over beslissen? Ja, nee, er komt een politiek beraad en er komt een raadsvergadering waarin de begroting door de raad al of niet wordt vastgesteld. Er kan dus nog wat geschoven worden? Ja, de raad heeft daar alle invloed op. Dus er kan inderdaad nog wat geschoven worden.